ik hier vanmiddag binnenstapte, dan kon ik niet helpen. Ik keek zo naar de posters die er hangen van mensen die hier nog komen of die al geweest zijn. En ik zag een poster van Mich Walschaerts van Comme-il-Fo. Ik dacht ook eerder te zien van daaraf. En dat was iets dat ik eigenlijk al vergeten was, maar ineens werd ik terug een beetje kwaad. Die mannen. Ik was 19 of 20 als die me vroegen om. Dat was een van mijn eerste studiojobs. Ze vroegen mij om gitaar te komen spelen op een van hun platen. En ik was daar zenuwachtig voor, want dat was een van mijn eerste keren. Zo. En ik dacht toen: van een album heeft 12 of 13 nummers, dus we waren er al begonnen en het ging goed eigenlijk. En na 3 dagen hadden we 8 nummers opgenomen. En we hadden nog 1 dag studio staan. Dus ik denk van, oh, dat klopt. En dan doen we er nog 2 of 3 de laatste dag. En ik kom die laatste dag in de studio aan, klaar om te beginnen. En de mannen maken eigenlijk geen aanstalten om nog iets te doen. Ze zitten zo'n beetje in de keuken wat koffie te drinken. Dus ik zet mij daarbij. En mannen, gaan we beginnen? Eerst een koffie. Dus we drinken een koffie. En de raf vraagt zo langs zijn neus weg. Tom, het is tof geweest en zo. Maar wat ben jij eigenlijk nog bezig? En ik zeg, ja, Raf, ik ben aan het werken aan eigen nummers en zo. Want ik wil zelf ook wel een cd uitbrengen. En ik zeg, ik schrijf prachtige melancholische liederen over lang vervlogen liefdes en zo. En hij zegt, wat is die toernummers? Dus ik speel een paar van mijn nummers. En er was er een met een prachtige intro, ik weet nog dat. Er wordt verder niet veel meer over gezegd. Dus die dag gaat verder. We doen eigenlijk niet heel veel meer. We doen nog 1 nummer of zo. Ik vergeet dat voorval. Tot een aantal maanden later. Ik zit in een auto, ik rij ergens naartoe. En de radio staat op en ik hoor ineens op de radio. Ik denk nog bij mezelf, dat is een prachtige intro. Dat weet ik nog. Dat exact dat ik dat dacht van, amai. En dan hoor ik die zoetgevoisde stem van de Mich. Zuster, kus me alleen een beetje mee. Mijn nummer. Gewoon gepikt, gestolen. Dus ik heb een telefoon gepakt, naar de Raf gebeld. Ik heb daar enkele woorden gezegd, dames en heren, daar ben ik niet trots op. Dat was niet schoon. Ik heb de hoorn, was dat toen nog? Opgelegd en ruzie. Nu, weer een paar maanden verder toen, valt er een brief in de bus van Sabam. Dat kende ik toen nog niet. Die zo rechten beheren van mensen die liedjes schrijven. En dus, dat was een, alleen, toen voor mij, ik was 19, dat was een niet onaardig bedrag. Dat ik kreeg omdat de Comme-il-Fo mijn liedje had gespeeld. Dus ik heb dan direct teruggebeld naar de Raf. Raf, ik heb er zo nog wel van die prachtige melancholische. Maar dat heeft niet meer gepakt. Dus nogmaals, sorry aan de jongens van Comme-il-Fo. Zijn supergoeie vrienden natuurlijk ondertussen. Maar ik ga voor u nog iets origineel spelen, Greyhound. Take me to another town. All the liquor's gone and still I'm down. Deep inside his heart a man knows when it's time to go. I still don't know. Greyhound, take me far away. Don't let all the faces disappear. Deep inside his heart a man knows when it's time to go. I still don't know. And leaving you with all to do, all of the pain I put
his heart, a man knows when it's time to go. I still don't know. And leaving you was hard to do. All of the pain I'm going through, but it's the rain. Better take my place. It's in every man's head. It's written in his dream. It's in my head, and it sure is in your hands too. And leaving you was hard to do. But it's the rain upon my face. You better take my place.